De Reflex van Duran Duran was dat. Dat zou in mijn top drie van de meest gehate songs staan. Ik vind het een verschrikkelijk liedje. Echt, ja. ja, ik hoorde oh, dat echt totaal niet graag. Dat heb ik nee, ik vind je niet voor excuses. Maar je hebt het gekozen in de categorie Guilty Pleasure. Van Guilty Bestaat niet meer. Um, zoiets waar je toch stiekem van geniet, van, van dat liedje. Ja, ik vond uh, Duran Duran machtig. <laughs> Toen ik ja. In, ja, in het college zat, ja, ik vond dat geweldig. Ik denk dat ook een beetje een, een anti-reactie was, want in mijn uh, klas, de coole jongens die. Uh, die waren, dat waren allemaal uh, cure fans, dus, uh, ah, ja, ja, ja. dat was een new wave de natuurlijk, new wave. en die liepen er ook zo bij en de puntschoenen en een uh, kapsel en ja de cure was ja uh, yeah, all. Oh, hey, dat was uh, bedoel dat was je echt hoor je erbij. Dus dat was op, op, op zich al, want dat was natuurlijk fantastische muziek, maar ik vond dat wel al een reden om dan ja, gewoon, maar, gewoon tegen draad te doen. En neem dan maar Duran Duran, wat iedereen haatte. En ik schreef dat dan ook gewoon knoert met een pijn. Schuldig. schuldig. Ja. ja, maar niet, niet, niet omwille van Duran Duran, maar ik vond gewoon de sound van die. Nochtans is dat, dat is een, 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 een remix van een, een albumversie. Die, die, door Nile Rogers, een van mijn grote helden, Nile Rogers van Chic, heeft wat we net gehoord hebben gemixt dus eigenlijk. Hè. Maar ja. ik, vond die, ja, ik, ik vond die sound echt niet tof en ik vond de song ook niet goed en fly, 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 fly. Ik, ik, yeah, I just hate it. Ja, nee, het doet me niks. Het doet me niks. Ja, nee, ja, ik, ik, ben, ja ik kan wel dat... Ja, perfect. Ja, je, je was zeker niet alleen, zal ik zeggen. Ik had heel veel vrienden in mijn klas dat echt walgelijk vonden, echt walgelijk. Maar ik ging toen ook wel in, want ik ben nog een paar jaar ouder dan jij, een hmm. jaar of vijf. Ik, ik ging toen ook wel in tegen de 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 um ja, zo de, de muziekpolitie. Moet... Ja, dat... Het was ofwel new wave of was het ja, ja. zo hard rock. Ja. en ik, ik vond ABBA bijvoorbeeld heel goed. Ja, daar werd je even net okay, mee, ja, ja. mee uitgelachen. Hè. O, ja, dus, ja. Dat mocht niet, hè? Ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. Is dat nu verbeterd, vind je, het de, de, de denken in de muziek? Nee, waarschijnlijk niet. Maar het ding is ik ben er echt gewoon in fluit van aantrekken. Dus dat, dat is verbeterd. Vroeger had ik daar ook al weinig last van. Queen was ook zo'n groep. Ik heb altijd veel naar Queen geluisterd. Zou dus je had durven zeggen vroeger. En nu is die filmer en, en iedereen, alle jonge mensen vinden Queen uh, ja. uh, uh, terug tof. En hoe komt dat? Omdat die muziek fantastisch is. Tuurlijk. Trouwens, ik neem dat altijd voor. Uh, alle gewauwel over muziek en goed en slecht en dit en dat. Het is des mensen. En gelukkig kunnen we daar zo over praten. En gelukkig kan dat. Maar laat er honderd jaar overwaaien. En dan schieten nog vier goede nummers over. En tijd zal erover beslissen. Niet ik. Zeker niet. Oké, okay, dan spreken we gewoon binnen honderd jaar terug af. Goed. En dan, dan bekijken we dat nog eens. Hè. <laughs> All the way